was Ewin nog boven. Oh, oké. Dat wisten we niet. Ik dacht dat je al in de kamer was. Ja, daar was ze. Zo. Ja, en onze Rijka ligt tegenwoordig meer in haar mandje dan dat ze op de bank ligt. Dat gisteren al, en dat heb ik helemaal vergeten te vloggen geloof ik, heb ik deze box voor haar gekocht waar de speelgoed in kan. Ja, en ze heeft maar heel even op de bank gelegen. En daar zit Eeuw in. Hallo lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer woensdag. Ja, 3 mei. En het gaat heel snel allemaal. Ja, voordat je het weet, hè. Nee, niet 3 mei, 3 juni. Hé, ik ben onder de war. Ja, we gaan zo. Rijken wel eruit. Dus ja, ik hou het even kort. Het is weer prachtig mooi weer. Ja, het weerpraatje even erbij. Het is wel vreemde lucht. Een beetje van het sluierbewolkingachtige gedoe. En was Ewin nog boven? Oh, oké. Dat wisten we niet. Ik dacht dat je al in de kamer was. Zo, nou ja, Rebecca die zal komen, maar ik probeerde haar er net al te bellen, maar ze neemt niet op. Ik denk, nou, de man moet bellen als ik dus kant en klaar beneden ben. Maar ze neemt niet op. Nou ja, dan weet ik het ook niet. Misschien net zoals wat ik moest naar het kleine huisje. Daar hebben we allemaal al eens last van. Man, moeder, de natuur gaat voor het andere. Maar oké, ik wens jullie wel weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En we gaan gewoon weer vrolijk door met van alles en nog wat. Ja, ik moet de tuin besproeien met azijn straks. Dat moet ik ook doen, want het zonnetje schijnt, dat brandt lekker aan. En ik hoop dat ik genoeg azijn in de schuur heb staan, want ik moet het overgooien in een gieter. Want die fles waar ik het in heb, dat was met zo'n pomp geval. En dan zo'n sproei erbij, dat doet het al niet meer. Dat is voor één keer leuk en dan doet hij het kwijt niet meer. Nee. En dan geef je goede geld aan weg. Nou, nooit weer doen. Nooit weer doen. Nee. Maar ja, oké. Wat jullie gaan doen, weet ik dus niet. Maar ik weet wel wat ik ga doen. En dat is nu eerst met Rijken uit en jullie gaan mee. Als er iets leuks is in de gracht, dan vlog ik dat. En dat meerkoetje, dat zit wel op de nest, maar het is amper te zien. Want het is aan de overkant, ik kan er niet bij komen. Dus ja, dat kan ik niet vloggen ook. Het is soms ook slecht te zien allemaal. Ze zit helemaal tussen het gras. Die hoge grassprieten, nou je ziet er amper liggen. Het nestje zie je ook amper, je moet echt heel goed kijken. Nou ja, dat is niet leuk meer. Dus daarvoor neem ik jullie niet mee, maar ja, misschien andere dingetjes, weet ik veel wat. Ja, er gebeurt wel eens wat. Dus zo van die doen, dan neem ik jullie even gezellig wel mee. Vlog ik niet, hebben we pech, vlog ik wel. Nou, hebben we het leuk, ja toch? Ja, en ik kreeg gisteren nog een kaart door de brievenbus gedumpt. Door Sandra Urban, ik kon niet smaren, want ze wist niet eens wat erop stond. Ja. Ik zeg hallo, die twee keer niks meer voor me betekent. We denken aan je en hou vol. Nou, en dan aan mij dus. Juist omdat je zo geweldig bent, blijf ik nu op afstand. Nou, wel wat laat niet, want iedereen komt weer bij elkaar. Ja, warm maar goed. En dan het team vandaar. Voor zeer hallo. Nou, aan mijn hoela. Iedereen komt dan weer bij elkaar, dus dat vind ik flauwekul. Echt. Bullshit, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en onze Rijka ligt tegenwoordig meer in haar mandje dan dat ze op de bank ligt. Dat gisteren al, en dat heb ik helemaal vergeten te vloggen, geloof ik, heb ik deze box voor haar gekocht waar de speelgoed in kan. Ja, ze heeft maar heel even op de bank gelegen.
En daar zit Eeuw in. En ik heb een wijntje en een bakje koffie en een bak met eten. Dus dat ziet er wel lekker uit. Mais met een lekkere carbonado zoet zit er in ieder geval bot in en het is in ieder geval lekker. Ja. En ja, ik had vandaag ook niet veel gevlogd, want ik ben druk bezig geweest. En ik ben nog steeds bezig om ook weer filmpjes uit te zoeken in welke mappen. Want ja, als je camera vol hebt, dan gooi je het op je computer en dan moet je het weer uitzoeken. Ja. En dat houdt je bezig en dat houdt je van de straat. Ja, dat gaat gewoon door, hè. Ja. En Rebecca is geweest en die heeft mijn huisje schoongemaakt. Nou, en ik heb met plantengieter van azijn wezen sprenkelen, laat me zeggen. Maar ja, ik had niet genoeg azijn om over het hele terras heen te doen. Maar ja, gedeeltelijk is het toch wel gedaan. Maar het ziet er sowieso wel aardig en netjes uit, toch? Ja. Weet ik van wel. Nou, en de aardbeien doen het ook goed. Die op tafel staan. Dat is helemaal lekker. En dan gaat een vliegtuig. Ja. En wat heb jij te zeuren? Miauw. Wat heb je te zeuren? Hé? Oh ja? Is het zo? Oh. Nou dan. Wat voor dikkie, hè? Nou, en die legt daarop prins heerlijk. Toch? Dat meisje. En dus, ja, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden. Ze legt daar lekker in een mandje te genieten. En ik ga al lekker eten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar wel weer. Ook al heb ik vandaag niet veel gevlogd, gewoon niet aan gedacht, of omdat ik druk was. Ja. Dus ik zeg voor nu een hele fijne avond en tot later. Doei. Kijk, gelijk nog een beetje afwas, maakt niet uit.